Goedemiddag, ik ben Dick Rozenbrand, uitvoerder bij Dure Weerbouw Zuidwest. En momenteel ben ik werkzaam als Schiedam aan 51 PCS 3.1 woningen. Dit project heeft een hoge BIM naar bouwplaats gehalte met als doel om zonder tekenwerk de uitvoering te begeleiden en zoveel mogelijk vanuit BIM te werken. We hebben hier momenteel twee pilotprojecten lopen. En de een is met name de pilot maatvoering vanuit BIM, waar Sander van Dienst vandaag nog wat over vertelt. En dan hebben we ook nog de pilot BIM 360 Field die ik samen met Tristan oppak. Daarbij zijn we ook aan het testen met de planning software BIM 360 Plan. Vandaag gaan we wat vertellen over de functionaliteit van Field en de wijze waarop wij het hier oppakken. Daarna geeft Tristan nog een live demonstratie om beeld te geven van hoe het programma werkt. A360 Field is een informatiemanagement software voor op de bouwplaats aan de hand van het gebouwinformatiemodel. Het programma heeft ontzettend veel mogelijkheden, maar om de pilot tot een succes te maken hebben we besloten om een aantal functies goed onder de knie te krijgen om daarna het volgende onderdeel erbij te pakken. Tot zover gebruiken wij vooral de volgende onderdelen. Het uitvoerdersdagboek, hierbij noteer ik dagelijkse gang van zaken zoals voortgang, het aantal onderaannemers, het aantal mensen op de bouw, het aantal uren dat ze aan het werk zijn. Ik voer ook een foto toe van de dagstart. En Field houdt voor mij automatisch bij wat de weerste omstandigheden van die dag is geweest. Ja, het vastleggen van issues. Het onderdeel issues, eigenlijk een vervanger van de bekende Snackstream en Ad Control. Met als bijkomend voordeel dat je het issue kan koppelen aan een 3D-model. Voorafgaand aan de uitvoering zorgt BIM-ingenieur, in dit geval is dat Dennis Beke, ervoor dat het coördinatiemodel in Field wordt ingeladen. Dit is dan eigenlijk een vervanging van de tekenkast, maar dan is het een draagbare versie. En er staat minstens evenveel informatie in. Dat is bijvoorbeeld erg handig wanneer je buiten een complex detail aan het bespreken bent, of wanneer je onderaannemers tegenkomt die vragen van weet jij misschien hoe dit hier zit? En dan is dat uiteindelijk eenvoudig op te zoeken. Checklist zit ook nog tussen. Het invullen van de checklist gebruiken we bijvoorbeeld voor het keuren van onderdelen. En sinds kort gebruiken we dit ook om tijdens een startgesprek vast te leggen wat er is afgesproken. En dan wat ook makkelijk is, het vastleggen van kwaliteit in de bouw. Wij maken foto's van belangrijke onderdelen die we naar de hand niet meer kunnen zien, maar die wel belangrijk zijn voor, om aan te kunnen tonen dat wij volgens afspraken en richtlijnen werken. En vooral met name onderdelen die ook naar de hand niet meer te zien zijn. Ja, Field. Met Field wordt alle informatie vanuit de uitvoering centraal opgeslagen en inzichtelijk gemaakt voor de betreffende personen. Zo krijgt bijvoorbeeld mijn projectleider Raymond de Boer bijvoorbeeld automatisch het uitvoerdersdagboek toegestuurd en krijgen ondernemers een verslagje met issues. Doordat we vanuit BIM uitvoeren, hebben we ook altijd de meest recente informatie tot onze beschikking. Hierin kunnen zeker nog een aantal zaken verbeteren, maar het begin is er in ieder geval. Met die management, informatie management software, wat? Waar heb je het over?